Een bizarre wending in de gifmoordzaak. Hoofdverdachte Yvonne K. is maandag 25 september doodgevonden in haar huis in Tilburg. Ze wordt ervan verdacht haar geliefde Chris Grinwis te hebben vermoord met gif. Aanstaande woensdag zou natuurlijk de uitspraak zijn. En dat dan iemand het niet meer ziet zitten. En er dus ook verder geen duidelijkheid gaat komen over de toedracht van de dood van Chris Grinwis. In september stond Yvonne K. voor de rechter. Ik heb het niet gedaan. Ik heb Chris niet vergiftigd. Ik ben gewoon intens verdrietig dat het leven van Chris en mij samen geen vervolg meer mag hebben. Het houdt politie en justitie al sinds december 2020 bezig. Waarom werd supermarkteigenaar Chris Grinwis vergiftigd? En welke mogelijke rol speelt Yvonne K. daarin? Dit is het verhaal van de geruchtmakende gifmoord. Chris Grinwis werkt jarenlang als supermarkteigenaar bij de Plus in Halsteren, samen met zijn vrouw Mia. Met succes, de zaak in het hart van het dorp loopt goed. Toch verkoopt Chris de winkel in 2019. Het gaat op dat moment slecht met Mia, zij dementeert. Chris wil voor haar zorgen, maar heeft daar wel hulp bij nodig. Hij huurt een privétherapeut in, Yvonne K. uit Tilburg. Opvallend detail, Yvonne is ongediplomeerd en heeft geen BIG-registratie. 2 weken later overlijdt Mia. Maar ondertussen zijn Yvonne en Chris verliefd geworden. Zo verliefd dat Chris graag voor Yvonne betaalt. Zoals een dure Audi en de verbouwing van haar huis. Na een paar maanden wordt ze zelfs zijn enige erfgenaam. Maar dan komt er een twist in hun liefdesverhaal. Verdachte wordt verweten dat zij op 8 december 2020 in Halsteren meneer Chris Grinwis van het leven heeft beroofd door hem een voor de gezondheid schadelijke stof toe te dienen. Woensdag 9 december 2020. Chris wordt doodgevonden op de bank. Het is een natuurlijke dood. Hartstilstand, zegt de arts. Maar de kleindochter van Chris vindt het verdacht omdat de familie onterfd is en omdat haar opa zo in de ban was van Yvonne. Ze klopt aan bij de politie. Na onderzoek blijkt hij vergiftigd met slaapmiddel pentobarbital. De gemeten concentratie past bij concentraties die gemeten zijn bij personen die zijn overleden ten gevolge van een overdosering met pentobarbital. Later blijkt dat het spul in zijn almen of yoghurt zat. En ook op een wijnglas zit DNA van Chris met de dodelijke stof. En zijn lichaam bestaat bovendien uit een cocktail aan medicijnen. Antibraakmiddelen, pijnstillers, slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen. En het was niet bekend bij de huisarts dat hij al die middelen gebruikte. Dus hoe kan dat gebeuren? Politie, justitie en nabestaanden weten het zeker. Yvonne K. zit erachter. En haar motief? Geld. Maar hard bewijs? Dat ontbreekt. En dat is inderdaad ook wel een gevoelig punt in het hele dossier. In het bewijsmateriaal is er heel veel verdacht materiaal tegen Yvonne. Maar dat ene punt dat zij op dat bepaalde moment het gif heeft toegediend, ja, dat is gewoon niet terug te halen. En dat is iets waarvan politie en justitie zeggen eigenlijk van ja, het kan niet anders dat zij het heeft gedaan. Maar wat is dan dat verdachte materiaal? Om te beginnen bestelde Yvonne via internet pentobarbital. Een flesje daarvan werd bij haar op zolder gevonden. Daarnaast was Yvonne consulent bij euthanasievereniging NVVE. Juist die organisatie raadt pentobarbital aan als euthanasiemiddel. Ook wordt ruim 2 ton aan contant geld gevonden in Yvonne's huis. Kort voor de dood van Chris blijkt ze ook nog eens uitgebreid naar rouwadvertenties te hebben gekeken. En ze heeft hem natuurlijk als laatste gezien. Yvonne ontkent dat ze iets met zijn dood te maken heeft. Volgens haar heeft Chris het zelf gedaan. Zelfs geen hulp bij zelfdoding gegeven. En ik heb ook geen informatie bij hulp bij zelfdoding gegeven. En waarom zou een type man als Chris, waarom zou die loslaten? Waarom zou dit samen zijn waar ik altijd naar verlangde loslaten? Waarom zou ik? Nou, volgens justitie heeft ze daar genoeg redenen voor. Zo had ze veel ruzie met Chris, inclusief geweld. De rechters zijn verbaasd dat ze ondanks die moeizame relatie wel bij hem bleef. En dan zijn er nog verdachte appjes en telefoontjes. Zoals het gesprek dat Yvonne voerde op de avond dat ze Chris voor het laatst zag. Aan iemand van haar wandelclub vertelde ze dat een goede vriend was overleden. En dat terwijl Chris pas de ochtend daarop werd gevonden. Ook ziet de politie dat Yvonne tientallen telefoongesprekken uit haar geschiedenis wisten rond die overlijdensdatum. Maar het OM ziet meer verdacht gedrag. Yvonne zou dingen hebben gezegd die alleen de dader kan weten. Kort na de dood vertelt ze aan een vriendin dat de politie denkt dat ze iets in het glas van Chris heeft gedaan. Maar dat er gif op dat wijnglas zat, is pas maanden later bij de politie bekend. En dan was er nog de manier waarop Yvonne reageerde op de dood van haar geliefde. Pas uren nadat ze gebeld is dat haar vriend is overleden, komt ze naar Halsteren. Volgens de familie van Chris toonde Yvonne geen verdriet
en mochten de kinderen zich niet bemoeien met de begrafenis. En ook liet ze de dag na Chris zijn dood de sloten van zijn huis vervangen. Op een moment wordt zelfs gedacht dat Yvonne ook iets met Mia's overlijden te maken zou hebben. De kist van Mia wordt daarom opgegraven en haar lichaam wordt onderzocht op gif. Maar, zo concludeert het Nederlands Forensisch Instituut, zij stierf een natuurlijke dood. Volgens de advocaat van Yvonne, Esther Vroeg, heeft ze alle schijn tegen. Vroeg spreekt van tunnelvisie en karaktermoord. Mevrouw is afgelopen donderdag inktzwart weggezet en het bewijs werd gepresenteerd als vaststaand en niet voor discussie mogelijk. En er zou een envelop zijn gevonden bij Chris. Misschien wel de afscheidsbrief voor Yvonne. Maar daar is nooit naar gekeken. Ik merk daarover op dat kennelijk de regisseur het wel zodanig belangrijk vond dat hij die foto's maakt, dat hij ook die envelop omdraait. En vervolgens is niet de inhoud bekijkt. En dat had een indicatie kunnen zijn inderdaad voor het alternatieve scenario wat ik namens cliënten heb geschetst. Dat alternatieve scenario zou zijn dat Chris suïcidaal was en zelfmoord heeft gepleegd. De officier van justitie zegt daar in de rechtbank dit over. Maar de argumenten voor dat scenario wegen absoluut niet op tegen de argumenten en de zwaarte ervan die tegen dat scenario in te brengen zijn. Het is dus echt, ik herhaal het nogmaals, alleen verdachte die zegt dat Grinwis suïcidaal was. En daar heeft ze, zo zal verder uit ons requisitoor blijken, alle belang bij. En ook de rechter heeft daar bedenkingen bij. Ja, ook meerdere afspraken, de hele pedicure was volgepland voor het jaar daarna. Die cd die was besteld, ook met de supermarkt had hij afspraken over een kastje daar. Klopt. Dat kwam dan na de feestdagen. Dat was prima, zei Chris. Klopt. Dat past allemaal niet in plannen om ermee te stoppen. Mag niet op ingaan. U mag daar niet op ingaan. Maar nu ze is overleden, doet de rechter 27 september geen uitspraak meer. Het Openbaar Ministerie had 19 jaar cel geëist. En dat is natuurlijk buitengewoon frustrerend, dat ook alle betrokkenen niet zullen weten wat de rechtbank eigenlijk veroordeeld heeft over het overlijden van de heer Grinwis. En nee, ik heb dit absoluut niet zien aankomen. Ja.